Saar Verdonk, we zijn in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Super League. Jij gaat met Club Brugge volgende week debuteren tegen Anderlecht. Hoe kijken jullie daar naar uit, meteen tegen de kampioen spelen? Het is al een heel mooi avontuur om in Super League te komen spelen eigenlijk. We gaan naar elke match en we proberen daar te stunten met het hele team. We hebben een mooie voorbereiding gehad en we pakken mee wat we kunnen meenemen. We doen ons best, we gaan alles geven en dat zien we wel. We blijven wel met de voeten op de grond, maar pakken mee wat we kunnen. Ja. Jullie komen wel van tweede klasse naar eerste klasse en nu naar de Super League. Twee keer een niveau hoger. Wordt dat niet moeilijk? Nee, we hebben de eerste stap ook goed gedaan, dus waarom de tweede stap dan ook niet? Het is misschien wel een stapje hoger, maar we hebben, ik zeg het al, een hele goede voorbereiding gehad. En we zijn nog altijd bezig en we kijken er naar uit. Ja. Jij komt van de jongens van Zerkenhem bij Jabbeke, naar Club Brugge gegaan. Hoe is het allemaal meegevallen daar? Het was eerst en vooral al heel leuk om bij de jongens te spelen, daar heb ik heel veel geleerd. Maar de overstap naar de meisjesclub Brugge was dan echt wel het moment. Het was leuk om gevraagd te worden en om daar dan mee op te groeien en nu al mijn vierde jaar bij club te spelen. Ja. Dus, je hebt een vaste stek op de rechtsachter. Je gaat heel vaak op en neer, naar voren ook. Moeilijk of zo om dat te doen? Ik heb nu wel eventjes rust gehad met dat ik mee was met de nationale ploeg. Het was alweer opbouwen om bij het team te komen en ook met de trainingen. Maar ik heb er een goed gevoel bij. Mm-hmm. Mijn benen zitten goed. Ik heb het gevoel dat ik goed bezig ben. Er zijn wel nog werkpunten, maar daar werken we naartoe natuurlijk. Ja, en bij Club Brugge kijken ze uit naar die eerste match, want jullie spelen altijd op zaterdag. In principe, vorig jaar kwam er altijd veel volk. Zal dat ook nu het geval zijn? Ja, onze eerste match is thuis en we denken dat er wel redelijk veel supporters komen. We zien het zitten om de match thuis te spelen en ik denk dat er wel wat volk zal zijn. Oké, ik dank je. Veel succes in elk geval. Oké, dankjewel.